Goeiedag en welkom bij het COVID-19 journaal van vandaag, vrijdag 10 september. Suriname zit momenteel in een ernstige vierde golf. Dat zei infectioloog Dr. Lieke tijdens een persconferentie. We zitten nog in de derde golf en de vierde golf is aangebroken. En dat is dagelijks te merken aan de enorme stijgingen. De Delta-variant zorgt voor de snellere verspreiding. In een presentatie liet ze zien hoe erg de situatie momenteel is. De situatie van COVID in het land. En dit plaatje laat dat heel goed zien. Die situatie is niet goed. We zitten midden in golf 4. En als u goed naar het plaatje kijkt, ziet u dat golf 3 eigenlijk nog niet eens voorbij was. We zijn niet heel erg gedaald na golf 3. We bleven veel positieve houden. Dat betekent dat de zorgmedewerkers ook hard aan het werk moesten blijven. En nu al golf 3 nog niet over en golf 4 is alweer begonnen. En als u naar dit plaatje kijkt, ziet u ook heel duidelijk dat golf 4 nu al heftiger is dan alle golven die we tot nu toe gekend hebben. Dat is logisch, dat is de Delta-variant, die verspreidt zich sneller. Dat zien we ook in andere landen om ons heen. Maar ook in Suriname zie je nu hoe snel de getallen oplopen. Ook bleef de infectioloog stilstaan bij het vaccinatieproces in Suriname. Tot nu toe zijn er iets meer dan 150.000 mensen volledig gevaccineerd. En dat brengt ons op 34,79% van de totale populatie. Nou, hier wil ik u graag laten zien hoe het tot nu toe gaat met het vaccineren in Suriname. U ziet hier in deze grafiek drie lijntjes. Ik weet niet of ik die kan aanwijzen, dat denk ik niet. De bovenste lijntje, het blauwe lijntje, is het totaal aantal vaccinaties wat tot en met 8 september gegeven is. Dat zijn al 359.000 prikjes. En dan ziet u daaronder het lijntje met het aantal eerste vaccins, de eerste doses die gegeven zijn. Dat zijn er 209.000 en het aantal tweede prikken, dus de volledig gevaccineerde, 150.000. En hier ziet u dat dan in een wat overzichtelijkere manier misschien. Het aantal gevaccineerden met minimaal 1 dosis in Suriname. Zoals net al gezegd, 209.137 personen in Suriname hebben nu minimaal één prikje gekregen. En dat is 43% van de doelgroeppopulatie. En wat is de doelgroeppopulatie? Dat is iedereen die in Suriname woont die 12 jaar of ouder is. Want voor iedereen boven de 12 zijn vaccinaties nu beschikbaar. Gedeeltelijk gevaccineerd 12,27% van de doelgroeppopulatie en volledig gevaccineerd 31%. En dan uitgesplitst per vaccin. U weet dat we in Suriname inmiddels een hele luxe positie hebben waar we onszelf zeer gelukkig mee mogen prijzen. Met de beschikbaarheid over maar liefst 4 soorten vaccins. AstraZeneca is er sinds februari al. Daarmee is verreweg het meeste gevaccineerd. Daarna zien we dat er met Sinopharm heel veel gevaccineerd is. Al 13.000 eerste doses. En Pfizer is pas kort aanwezig. Maar ook daarmee zijn al 6.500 mensen hebben minimaal 1 prik gekregen. Vanuit het ministerie wordt gekeken hoe de capaciteit te vergroten om zodoende meer patiënten die besmet zijn met het virus op te vangen. Dat geeft aan hoe ernstig de situatie is. Het ligt aan de samenleving om de druk op de gezondheidszorg te verminderen. Het ministerie is bezig met de ziekenhuizen om te kijken naar mogelijkheden om de capaciteit te vergroten. De capaciteit om zieken te behandelen, om toegankelijk te zijn voor mensen die zieker worden als gevolg van COVID-19, om die te vergroten. En niet alleen dat, ook de reguliere zorg die moet voortgang kunnen vinden. Want geneeskunde is niet alleen COVID-19. Dus we doen ons uiterste best en duidelijk is dat u ook uw best moet doen. Uit cijfers
die gepresenteerd is zo net, is het duidelijk dat de samenleving een belangrijke rol kan vervullen om de druk op de zorg te verminderen. Directeur Rakesh Gayadarsukul van Volksgezondheid heeft nog eens benadrukt hoe belangrijk het is om de eigen verantwoordelijkheid in handen te nemen. Het ligt aan ons en niet aan de strenge maatregelen van de overheid. Wij als samenleving moeten weten dat we ten alle tijde de Mohana-regels moeten naleven. We doen ons uiterste best en duidelijk is dat u ook uw best moet doen. Uit cijfers die gepresenteerd is zo net, is het duidelijk dat de samenleving een belangrijke rol kan vervullen om de druk op de zorg te verminderen. Ik wil tot slot een ieder bedanken, alle bedrijven, alle organisaties, Rotary, Sifosu, alle harde werkers in het veld, iedereen die de zorg biedt dag en nacht. Ik wil ze allemaal bedanken voor de geboden zorg, voor het dienen van het land, voor het proberen om zoveel mogelijk levens te redden. Ik wil daarvoor vanuit mijn hart en ieder bedanken. Grantangi, Gi Alasma. En ook een woord van dank naar de samenleving. Dat deel van de samenleving die zich gehouden heeft aan alle regels, aan de protocollen. Het kon sowieso veel erger. Dus dank aan alle organisaties, aan alle bevriende naties die ervoor gezorgd heeft dat we vandaag minder schade hebben dan dat zou kunnen zijn. Dus daarvoor een woord van dank aan een ieder. En boodschap is dat u ervoor moet zorgen dat u uw deel doet. Behalve dat u zich houdt aan de maatregelen, zou ik u verzoeken om te behoren tot de groep die niet ernstig ziek kan worden. En dat doe je door jezelf te laten vaccineren. Op de vraag waarin het kan liggen dat de vaccinatiegraad erg laag is, zegt infectioloog Lieke dat het meer te maken heeft met de spookverhalen die de wereld in geholpen worden over het vaccin. Ook wordt er een oproep gedaan naar de influencers die mensen oproepen zich niet te laten vaccineren, te stoppen met deze handelingen en opnieuw te gaan overwegen om toch het vaccin te nemen. Ook doet de voorzitter van de stuurgroep COVID-communicatie, Dr. Sunita Nanapandey Gopi Singh, een oproep naar alle influencers die wel positief staan tegenover het vaccin, zich te blijven inzetten om mensen te motiveren zich te laten vaccineren. Het heeft voor een deel met een soort van wantrouwen jegens de reguliere gezondheidszorg en het Westen waar de vaccins toch geproduceerd zijn te maken. Het heeft met allerlei culturele opvattingen te maken. En het heeft voor een deel ook te maken met een groep influencers die hardnekkig COVID ontkent naar de samenleving. En spookverhalen over de vaccinaties de wereld inslingert. Het is geen eenvoudig probleem. Het is een probleem waar ook in heel veel andere landen mee geworsteld wordt in meer of mindere mate. Bijvoorbeeld ook in Amerika zijn grote gebieden waar mensen moeilijk te motiveren zijn om te vaccineren. Als het alleen maar om data zou gaan, om laten zien hoe het zit, dan zouden die grafiekjes die wij hebben laten zien en die tabellen hoe goed de vaccinaties beschermen tegen COVID-19 al voldoende moeten zijn. Want de cijfers spreken loud en clearly. Je kan er niet onderuit dat de vaccins werken. En toch lukt het ons als deskundigen, maar dus niet alleen hier, ook wereldwijd, niet goed om iedereen daarmee te bereiken. We proberen steeds meer de mensen persoonlijk te spreken, naar de mensen toe te gaan, zodat je op persoonlijk niveau en naar de gemeenschap toe op die manier het gesprek aan kan gaan. Maar het is een ingewikkeld probleem. Je hebt natuurlijk influencers die positief kunnen beïnvloeden en de influencers die negatief beïnvloeden. Wij zijn van plan om met iedereen in dialoog te gaan.
op een gelijkwaardig niveau. Omdat iedereen zijn eigen beliefs heeft, zijn eigen geloof. En natuurlijk, we moeten iedereen zijn eigen waarde laten. Maar we gaan wel de influencers die positief kunnen beïnvloeden, gaan we ook goed inzetten om ons te helpen bij het communicatiegebeuren. Dus dat is dan wat voor wat betreft de influencers. Coronavaccinaties worden verplicht voor medewerkers van de Nationale Amerikaanse Overheid, heeft president Joe Biden besloten. Ook voor mensen in zorginstellingen en ziekenhuizen die opdrachten doen voor de overheid, gaat de vaccinatieplicht gelden. Bedrijven met 100 of meer werknemers moeten kiezen tussen vaccinaties of een wekelijkse coronatest voor personeel. Bedrijven die niet voldoen aan de corona-eisen uit Washington wachten torenhoge boetes. Verder zegt de Amerikaanse president dat er niet naar hem geluisterd hoeft te worden, maar luister naar de ongevaccineerde mensen die in de ziekenhuizen liggen en er nu spijt van hebben dat ze niet gevaccineerd zijn. My message to unvaccinated Americans is this. What more is there to wait for? What more do you need to see? We've made vaccinations free, safe and convenient. The vaccine has FDA approval. Over 200 million Americans have gotten at least one shot. We've been patient, but our patience is wearing thin, and your refusal has cost all of us. So please do the right thing, but just don't take it from me. Listen to the voices of unvaccinated Americans who are lying in hospital beds, taking their final breath saying, if only I'd gotten vaccinated. Om de COVID-pandemie in Suriname in te dammen of helemaal te doen verdwijnen, ligt, zoals alle deskundigen het al hebben gezegd, aan onze eigen verantwoordelijkheid. De influencers die mensen voorzien van onjuiste informatie, zou ik van deze plek uit willen verzoeken dat achterwege te laten. Ko bondru konawang. Covid en COVID samen en het enige wapen om dit virus te bestrijden is jou te laten vaccineren. Mi e begi unu ugo teka spoiti. Tot de volgende keer.